Yes, hier Femke van Kuik met weer een video. En vandaag gaan we het hebben over soulmates en relaties en familie. En wat me opviel de afgelopen weken, maanden, is dat feitelijk in alle relaties bijna dezelfde patronen zich aandienen. En iedereen bijna dezelfde keuzes mag maken. En ik dacht, dit is te toevallig. Ik heb nu met zoveel mensen deze conversatie. Laat ik er eens een video over maken. Dus waar je even naar mag kijken is in welke relatie jij nu de kans krijgt om karmische patronen op te lossen. Want dat is wat het is. Laat ik eerst nog even ophelderen wat soulmates zijn. Want er is nog wel eens wat verwarring over wat zijn nu soulmates. In principe zijn 93% van de mensen die jij kent, kun je tot de soulmates groep benoemen. Dus het is niet zo dat soulmate alleen maar gelinkt is aan een liefdesrelatie. Dat is vaak een misvatting. Ook jouw familieleden of jouw kinderen of collega's kunnen soulmate zijn. Dus in welke relatie mogen nu die hervormingen plaatsvinden? En het kan heel goed zijn dat dat op dit moment bij jou ook echt een liefde plaatsvindt. Hè? Dat het over een partner gaat. Maar er zijn ook mensen die juist relaties, patronen met families aan het oplossen zijn. Wat een gemeenschappelijke deler is, is dat het allemaal karmische patronen zijn. En je hebt deze persoon uitgekozen in jouw leven om een karmisch patroon door te werken. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. En wat ik ook nog wel eens tegenkom is, waarom? Waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom loopt alles zo moeizaam? Waarom doet diegene zo lelijk tegen mij? Waarom, waarom, waarom? Je hebt diegene uitgekozen. Je hebt diegene uitgekozen om jou iets te leren in dit leven. En dat maakt ook dat als jij stopt met in gevecht zijn, stopt met de ander willen veranderen. Of op welke manier jij ook probeert misschien wel weg te lopen van hetgene wat zich op dit moment aandient. Dat op het moment dat als je het aangaat en je niet meer afvraagt waarom overkomt mij dit. Maar liever vraagt wat is de gift in deze. Dat maakt dat jij toegang krijgt tot hoger bewustzijn. Wat is de gift van deze relatie? Wat is de gift van deze groei? En in deze tijd, en met name de energieën vanaf december, sturen erop aan om harthealing plaats te laten vinden. Om jouw hart open te houden voor hoger bewustzijn. En alle relaties. Mijn hond die gaat groemen. Nou ja. Wat levert het je nog op om aan die oude pijn, aan die oude situaties vast te blijven zitten? Om daarmee met je neus naar het verleden te blijven en ook je relaties vast te houden in het verleden. Dat als jij bereid bent om de verandering, om vooral de karmische verandering die op dit moment plaatsvindt voor die hearthealing. En ik kan je zeggen dat de conversaties die ik met mensen heb en met mijn klanten heb, dat het niet altijd de meest gemakkelijke patronen zijn die zich aandienen. Dat er een hele groep mensen voor zichzelf op mogen komen. Dat ze zichzelf mogen gaan uitspreken. En dat ze mogen beseffen waar ze zich tot nu toe klein hebben gehouden in de relatie met deze persoon. Hè? Op dat moment ben jij onder die persoon gaan staan en ben je die ander machtiger en krachtiger gemaakt. Er zijn ook weer mensen die juist de andere kant mogen gaan doen. Hè? Waardoor zij die shift mogen maken en juist daarin toegefelijker mogen zijn en zich open mogen stellen voor een compromis. Ik heb nog een aantal tips voor je. Want wat kan jij nu doen in deze situatie? A, dat is stoppen met in gevecht te zijn. Of stoppen met vluchten. In gevecht zijn is jezelf vasthouden in emoties. In woede, in wrok, in teleurstelling. Het is allemaal een manier van onderdrukken.
Als je meer in een vluchtreactie zit, dan kan het zijn dat jij wel degelijk de input binnenkrijgt van wat het effect van deze relatie is. Maar dan wil je de lieve vrede bewaren. Dan stel je communicatie, confrontatie uit, omdat je geen confrontatie wil hebben. Op dat moment ben je op de vlucht. En hou je op deze manier de relatie in stand. Ben jij bang voor de toekomst? En als je bang bent voor de toekomst, ben je bang voor herhaling. En daarom spreek je nu maar niet uit. Of wil je juist voorkomen dat herhaling plaatsvindt, maar zolang het patroon niet aangekeken is en de gift van de groei niet gepakt is, dan blijft die situatie waar deze is. Dus wat is het wat jij voelt wat je mag doen? Mag je opkomen voor jezelf? Gaat het sowieso altijd over uitspreken? Gaat het over waar jij jezelf kleiner hebt gemaakt ten aanzien van de ander? Of is het juist waar jij in compromis mag zijn en je ook mag verplaatsen in de ander? Dat is sowieso het allerbeste om dit te shiften. Is om uiteindelijk naar een hoger bewustzijn te gaan en daar als een adelaar boven de situatie uit te kijken. Maar dat gaat je niet lukken als je vast blijft houden aan de pijn van het verleden of angst voor de toekomst. Je kunt alleen dat hogere overzicht krijgen op het moment dat je bereid bent om present te zijn. Om present te zijn om ook hetgeen wat jij nu voelt te ontvangen, zodat jij uiteindelijk ook kan komen wat jij nu in deze situatie wilt. Want dit is een hele krachtige shift. Niemand vraagt van jou om je vast te houden aan oude relatiepatronen. Niemand vraagt dat. En het is iets wat je is aangeleerd. Het is iets wat je kent. Want vasthouden aan het oude, dat is iets wat je kent. En wat je vaak nog niet weet is, en nu begin ik al bijna met de tweede tool die ik heb. Je kunt nu al een tijdslijnjump maken. Je kunt nu al toegang krijgen tot hoger bewustzijn. En dat is de vraag, wie ben ik als deze situatie al gemeesterd is? Wie ben ik met deze persoon als dit patroon al gemeesterd is? En voor degenen die net binnenkomen, het is heel belangrijk om te beseffen dat vaak de mensen die het meest raken en het meeste pijn doen, daar zit heel veel karma. En wat is nu de purpose van het ontwaken op dit moment op aarde, is dat je heel veel karma in kunt lossen. Karma is niets meer of minder dan zielengroei. En dat maakt ook dat de zielengroei die jij in dit leven op dit moment kan doormaken, dat als je bereid bent om die aan te gaan, je ook voor dit stuk niet meer die patronen tegenkomt. Dus voor degenen die nogal eens een neiging hebben om te vechten en te vluchten of te willen scheiden, hè, want dat is ook een soort van angstgedachte. Als ik dan nu maar ga scheiden, dan lost het probleem zich op. Nee, je hebt deze persoon uitgekozen om jou te teachen wat dit patroon is. En het kan zoiets simpels zijn als opkomen voor jezelf en jezelf gaan uitspreken. Dat kan zoiets simpels zijn als je grenzen zetten. Dat kan zoiets simpels zijn als de leiding nemen in je relaties. Dus wat is dat nu op dit moment wat jouw relaties jou laten zien? Wat gebeurt er in jouw relaties? En wat wordt er op dit moment gespiegeld? En ik heb dit al vaker benoemd in de dagboodschappen. Dit gaat namelijk allemaal over hervormen. Een aantal mensen mogen echt hele belangrijke levenskeuzes maken. En het beeld wat ik daarbij krijg, is dat heel veel mensen echt op een kruispunt staan. En als jij ook echt voor jouw gevoel hebt van, ik sta echt op een kruispunt. Dat kruispunt, je kan niet blijven staan. Als je blijft staan en geen actie gaat nemen, dan verandert het kruispunt in een rondonde. En dan blijf je in hetzelfde patroon vastzitten en rondjes draaien. Als jij
de moed vindt, maar ook weet en niet dus naar het slachtofferschap gaat van waarom ik en waarom nu en waarom jij en waarom hij en waarom gebeurt dit mij, maar beseft vanuit het hogere perspectief dat jij nu, juist nu, in staat bent om dit karmische patroon op te lossen. Om nu jouw hart te bevrijden van die oude pijn, maar ook die levenservaring in te lossen. Ik weet dat het een beetje gek wordt wat ik erbij krijg. Maar dat te ontvangen. En dat kan dus zijn dat jij op meerdere vlakken mag hervormen. En dat jij op meerdere vlakken, wat het beeld wat ik bij hervormen heb, is dat jij eigenlijk de regels voor jouw leven in relaties mag gaan neerleggen. Jij mag jouw regels, wat werkt voor jou, mag jij als nieuwe standaard neer gaan leggen. En dat is heel spannend, want dat ken je niet. Maar dat is wel die behoefte die hierin is. En waar dit ook over gaat, is dat mensen mogen gaan communiceren. Niet vanuit wat een eikel ben jij en jij doet me pijn. Nee, dit is wat ik niet meer tolereer. En dit gaat vanaf vandaag veranderen. Ja, even kijken. Nou ja, weet je, de angst van afwijzing, wat angst doet, is die houdt je gevangen in een soort van cocon. En die zorgt ervoor ook dat je bevriest. En die angst van afwijzing, die komt ook de hele week in alle dagboodschappen terug. En kijk ook waar je dan zo bang voor bent om afgewezen te worden. Want weet je wat het grappig is met die angst voor afwijzing? Die angst voor afwijzing is feitelijk iets wat jij afwijst over jezelf. En dat als je bereid bent om jezelf daar niet meer over af te wijzen, en als je bereid bent om dat stukje waar ben ik nu zo bang voor om afgewezen te worden, direct als je die vraag stelt, komt die energie omhoog, komt dat bewustzijn omhoog. En als je dus bereid bent om dat te ontvangen over jezelf, dan zal je merken dat die angst gewoon weg is. Want je hebt feitelijk, heb je dat stukje waar je bang voor was, heb je ontvangen. En mijn allerbeste tip is, ga dingen opschrijven. Want vanuit 3D kan je geneigd zijn om al je emoties en al je gedachten en al je ongenoegens op de ander te projecteren. En als het ware over de ander uit te storten. Maar dan creëer je alleen maar meer onrust. Dan creëer je een bewijs of een discussie. Terwijl als je zelf gaat zitten met wat verlang ik in deze relatie en wat is mijn behoefte en waar is mijn grens en dat gaat communiceren. En eerst gezeten hebt met de eerste laag emoties, dan zal je zien dat het effect van het gesprek totaal anders zal zijn. Cool. Ik hoop dat ik hiermee heb geholpen om dat stukje te shiften. Even kijken, waar was ik? Wat wilde ik nog delen? Dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Ja. Wat ik nog graag even wilde uitleggen. Is. Dat. Alles wat nu gebeurt. En nu aangaat. Ervoor zorgt. Dat het hart open kan. Maar dat het hart niet alleen open kan. Maar dat het hart ook open blijft. En dat is de brug die geslagen wordt natuurlijk naar de vijfde dimensie. En degene die weten dat de verandering plaats mag vinden, dit is een bevestiging dat jij dit kan. Want soms is de shift die je mag maken van de verandering, is kijken waar je jezelf
vasthoudt op de plek van je machteloos en krachteloos voelen. Waarbij je het idee hebt, dit gaat mij nooit lukken. En dan is het inderdaad vaak een angst. Een angst die jou in die bevriezingssituatie vasthoudt. Maar zodra jij bereid bent om in beweging te komen, want dit is superkrachtig, om al te bewegen naar de persoon die deze situatie gemeesterd heeft, en de persoon die deze situatie gemeesterd heeft, wat hij doet, is openstellen voor het gewaarzijn, voor het waarnemen. En dat krijg je niet voor elkaar als je blijft zitten in emoties en gedachten. Dat krijg je alleen voor elkaar als je bereid bent om in de energie van verandering plaats te nemen. Om in de beweging plaats te nemen. Om te beseffen, als ik vasthoud aan dit stuk, dit is waar mijn energie weglekt. Dit is waar mijn focus weglekt. Dit is waar ik mijn kracht kwijtraak. Dit is waar ik elke dag op leegloop. Want wat ik zelf heb gedaan de afgelopen weken, is alle plekken waar mijn energie weglekte, daar ben ik gaan hervormen. Daar ben ik gaan uitspreken en daar ben ik de dingen gaan doen waarvan ik intuïtief weet, dit moet ik hier doen. En in deze video heb ik je al woorden gegeven die bij jou dat stukje hebben geopend, als je dat wil. Wat jij mag doen, is het opkomen voor jezelf, is het jezelf, is het uit gaan spreken, communiceren, is het gaan staan voor jouw behoeftes en verlangens, is het kijken waar jouw energie weglekt, is het kijken waar jij als het ware de underdog bent in relaties. Of waar jij misschien de dominante bent en de ander de underdog is. En dat kan ook, die energie komt ook voor. Inderdaad, dit is een hele, hele krachtige. Ben je bereid om alles te verliezen, om vervolgens alles te winnen? En dankjewel voor de herinnering, want dat was ook wat ik tegen mijn moeder zei. Toen ik haar afgelopen weekend advies gaf over iets. Dat ik zei, zolang je die angst hebt over iemand, dan geef je daarmee die ander de kracht en macht over jou. En wanneer je bereid bent om die persoon te verliezen in energie, als je echt bereid bent, omdat waar je bang voor bent om dat te verliezen, dat is het punt waarop alles gaat shiften in het universum. Want de angst, die is eigenlijk het haakje naar de ander. Doe dit maar met mij. Laten we samen dit patroon op deze manier in stand houden. En dat maakt ook dat die vraag stellen voor jezelf. En dat kan je helemaal in je eigen veiligheid doen. Want heel vaak zit hier schaamte en schuld op. Heel vaak zit hier het idee op, en dit is misschien wel de allergrootste angst waar mensen mee rondlopen, dat ze erachter komen dat zij niet het houden waard van zijn. Want dat is waar heel veel van die angsten uiteindelijk op uitlopen. Is erachter komen dat je inderdaad niet genoeg bent. Is erachter komen dat je inderdaad niet het houden van waard bent. En die bevestiging krijgen, daarachter komen, uit angst om te verliezen in een bepaalde situatie, dat maakt dat die struggle tussen die mensen, hè, die rolverdeling in stand blijft. Wat ik ga doen, want ik vond het zo grappig, wat voor mij levensveranderd is geweest, zijn de Sacred Activations. En terwijl ik gisteren ook weer met een klant erover had, over alle veranderingen die op dit moment in relatie, in familie plaatsvinden. Wat mijn geheime ingrediënt is, zijn de Sacred Activations. Want de Sacred Activations doen, die halen jouw kernovertuigingen weg tot op de bron.
En die clearen ook al die gevoelens, emoties en gedachtes. Waardoor jij dus ook kan komen bij dat stukje hoger bewustzijn. Hé, wat is nou de gift in deze situatie? Want die emoties en die gedachtes, die houden jou vast in slachtofferschap. En dat wordt gecleared met die sacred activations. En elke sacred activations is een... Je kan het vergelijken met een boek. En dat is een beetje een rare vergelijking, maar dat is wel wat het is. Het is een e-book. En wat die sacred activations doen, die clearen patronen tot op de bron. En heel toevallig, en hoe toevallig is het, ik ga donderdag starten met week 2. Dat is familieopstelling. Die cleart alle patronen van op de familielijn. Het is eigenlijk, het boek zou kunnen heten familieopstelling. En daarmee ben je dus in staat om familiepatronen in jou te shiften. Om dat stukje karma wat jij in je draagt, waar je jouw familieleden voor hebt uitgekozen, van leer mij maar grenzen zetten. Leer mij maar dat ik niet perfectionistisch hoef te zijn. Leer mij maar voor mezelf opkomen. Leer mij maar, want dat is waar we die familieleden voor hebben. Leer mij maar wie ik werkelijk ben. En ik vond het zo apart dat ik gisteren dat gesprek had met een klant en tevens ook vriendin. Dat alle sacred activations die ik aankomende donderdag ga doen, allemaal heel erg belangrijk zijn om deze patronen te shiften. Zodat die heart healing plaats kan vinden. En er zit er nog eentje in waar ik heel graag iets over wil zeggen. Want dat is de Moeder Maria. En wat de Moeder Maria doet, is die maakt jou bewust van wie de persoon werkelijk is. En dit is een hele belangrijke. Want wij willen vaak, de mens, het ego, wil dat iemand is zoals jij wil dat hij is. Dit is ook de plek waar controle naar binnen komt. Je wilt controle en macht over de anderen, omdat dat veiliger is. En wat die Moeder Maria activatie doet, die maakt jou bewust van wie die persoon werkelijk is. Die laat jou zien, die geeft jou het bewustzijn, zodat je dus ook in staat bent om daadwerkelijk vanuit het hogere perspectief die relatie te gaan bekijken. En of dat nu is iemand uit de familie of een liefdesrelatie, dit is echt een hele belangrijke. Want als jij namelijk ziet wie iemand is en weet waar die persoon vandaan komt, dan hoef je die persoon ook niet meer te veranderen. Oftewel, als jij weet dat iemand nooit liefde hebt gehad, hoe kun je van iemand verwachten dat die jou liefde geeft, terwijl diegene nooit liefde heeft gehad? Oftewel, dan verlang je iets van iemand en die persoon gaat dat je in deze setting niet geven. En het kan best zo zijn dat als jij de liefde in jezelf gaat vinden, jij de liefde in de ander gaat openen. Maar dat is een volgende stap in bewustzijn. Dus wat we aanstaande donderdag gaan doen, is we gaan clearen op familieopstelling, op soulmate, op een heel belangrijk patroon martelaar, Moeder Maria, liefde. Dit is echt een mega upgrade voor al je relaties. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik zou niet de vrouw zijn geweest, niet door al die patronen zijn gegaan als ik die sacred activations niet had. En nu weet ik dat heel veel mensen nog niet die sacred activations hebben gezien. Dus aanstaande donderdag ga ik de opnames van de volgende sacred activations doen. En ik heb nog steeds een heel, heel mooi, uniek pakket voor degene die sacred activations nog niet kennen. Dus triggert jou deze boodschap? Stuur me dan even een pb. Ik zal zo meteen de link van het pakket even delen. Je kan nog instromen. Je kan gewoon meedoen. En ik ben heel erg benieuwd wat je uit deze video hebt kunnen halen. Want wat vaststaat is dat al die karmische patronen mogen ingelost worden. En het is zo grappig, want de hele tijd 22 kijkers, 22 kijkers, 22 kijkers. En nummer 22 is ook de soulmate, by the way. Dus dat is heel grappig, weer 22 kijkers. Soulmate relaties, ja. Die pijn,
die mag losgelaten worden en karma ingelost worden, zodat higher love naar binnen kan. Dus, dankjewel. Bekijk die video echt nog terug, want ik deel je hele mooie tools en tips om zelf jouw relaties te shiften naar hoger bewustzijn. Dankjewel. Tot gauw. Bye bye.